Die rechter is het Atomium, of niet, in Brussel? Ja, dan bedoel jij deze. Dat is Eddie. Eddie Merckx. Oh ja, frek, Eddie Merckx, ja. Ja. God, fantastisch. Ja, jij kreeg hem natuurlijk uit handen van Eddie, hè? Frank, dit had een mooi en een bijzonder weekend moeten worden. Want dit weekend had de Ronde van Italië, de Giro, moeten starten. Ik word een beetje moe eigenlijk van het feit van wat er allemaal had kunnen gebeuren. Snap je dat? Weet je wel, ja, dit had en dit hadden we moeten kijken en dit was nu verreden. Ik snap wel dat jij er moe van wordt, maar voor die wielrenners zelf is dat natuurlijk nog veel erger, hè? Ja, goed. Okay, die hebben natuurlijk de hele winter hard getraind. Gewoon voor niks. Ja, maar ja. Dit was gewoon voor de katse kut. Dylan Groenewegen, Mike Teunissen, man. Die waren van plan om iedereen eraf te rijden in de Giro. Die gasten hebben gewoon geen flikker te doen. Dylan Groenewegen die schijnt een beetje boodschappen rond te rijden. En Mike Teunissen, ja, van die virtuele races. Je moet wel, hè? Maar ik denk wel dat Mike Teunissen de hele dag op de tak zit in de virtuele races. Ik denk dat hij dan altijd een gele trui aan heeft. Ik zou het hem gewoon even vragen. Wil jij even contact met hem opnemen? En jij dan? Ik heb ukuleleles. Ukulele, dat is gewoon gelul. Je hebt natuurlijk weer een snabbel. Wat een grote geld. Er is niks te doen. Dat weet jij ook, Erik Dijkstra. Ukuleleles. Ik bel hem nog. Volgende week. Is dat Mike Teunissen? Ja, zeker. Nee, the one and only. The one and only. Zeker. Hey, goed om jou te zien, man. Hoe is het? Goed wel. Voor zover dat kan natuurlijk, maar voor mij betreft wel goed. Mike, mag ik hem zien? De gele trui bedoel je? Ja, de gele trui bedoel ik, ja. Niet, hè? Je mag je kleren gewoon aanhouden, maar dan laat die gele trui maar even zien. Die hang hier in de gang, dus... Waar woon jij eigenlijk? Rosmalen. Oh, daar hangen ze. Wat staat daar nou op trouwens op die linker gele trui? Fantastisch, zeg. Die rechter is het Atomium, of niet, in Brussel? Ja, dan bedoel jij deze. Dat is Eddie. Eddie Merckx. Oh ja, frek, Eddie Merckx, ja. Ja. God, fantastisch. Ja, jij kreeg hem natuurlijk uit handen van Eddie, hè? Ja. En iedere hele draai, ieder jaar was anders. Dus iedere editie is anders. Dus we hadden iedere dag een andere hele draai. De eerste was dan van het Atomium, de tweede dan van Eddie Merckx. Dus was erg mooi, inderdaad. Heb je nog met Eddie gepraat eigenlijk toen? Wat zei hij tegen jou? Niet zoveel, want het ging natuurlijk heel snel. Maar hij gaf wel complimenten en hij feliciteerde me natuurlijk. Maar hij vond het een mooie sprint. En ja, het was wel leuk, want de dag daarna zagen we hem natuurlijk weer. Met die ploegentijdrit. Dus ja, dat was wel een beetje bekend. Wat zeg jij eigenlijk tegen Eddie Merckx, zeg je dan? Ja, wat moet Eddie je dan zeggen? Eddie Merckx? Woorden schieten eigenlijk een beetje tekort. Want ja, het is toch wel een beetje... Ik bedoel, het was voor mij al een hele gekke situatie. Maar om dan ook nog een hele trui van Eddie Merckx te krijgen, dan is het helemaal gek. Maar ja, superleuk natuurlijk. Nou ja, ze hangen volgens mij op een plek dat je ze iedere dag ziet, of niet? Ja, iedere dag. Als je van de trap afkomt, denk ik van ja, vandaag weer hard aan het werk om die dingen te bereiken. Dus het is een klein heuvelsteuntje, ja. Ja, dat biedt toch motivatie, of niet? Als je zo vroeg denkt van bam, twee gele truien. Ja, zelfs in deze tijden inderdaad. Is dat wel fijn om af en toe nog zo te krijgen, ja. Ja. Hey, maar je hebt er maar twee, hè? Heb je ze nooit aan dan? Nee, ik heb ze nooit aan. Nee? Nee. Nee, wij spraken laatst met Annemiek van Vleuten. Ja, die trekt haar regenboogtrui nog aan als ze naar de supermarkt gaat om een nieuw brood te kopen of zo. Ja, maar dat is ook wel terecht. Want in de wereldkampioen ben je natuurlijk voor een jaar. Hè, dus dan mag je dat ook het hele jaar door dragen. En Tour de France ben je alleen als je leider bent of je hem gewonnen hebt. En dat is natuurlijk helaas niet het geval bij mij. Ja, nee, oké. Okay, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, is dat met wielrennen zo streng in de leer dat je dan toch niet zegt... ik ga op een gele trui even 100 kilometer trainen of zo? Nee, ja, bijvoorbeeld ook, je hebt na de Tour altijd die criteriums, hè. En dan wilde er een aantal ook dat ik die gele trui aantrok. Maar ik zeg ook, ja, Bernal heeft die Tour de France gewonnen, heeft die gele trui gewonnen. Dus dan zou ik in principe zijn trui rijden. Dat is natuurlijk niet eerlijk, hè. Nee, oké. Dat vind ik wel, ja, dat snap ik, vind ik wel mooi. Dat je hebt natuurlijk respect voor de winnaar van de koers, hè. Ja, tuurlijk. Zeker. Hey, Mike, het is goed dat ik jou even spreek. Want ik wil je ook even mijn excuses aanbieden. Namens mij en Frank Evenblij. Oh? Ja, maar een paar jaar geleden waren wij ooit te gast in de Ronde van Zwitserland. Ja. En toen kwam jij daar langs, bij een of andere ongelooflijke zware beklimming, wat toch ook niet jouw grootste liefhebberij is, volgens mij. Nee, zeker. En toen, toen hebben wij jou nog een stukje op weg geholpen. Ja, dat was fijn, moet ik zeggen. Mag ik je dat toch heel even laten zien nog? Ja, mooi. Mooie beelden. Ben je in de rug, Mike? Nou. Ja, dat is een beetje wat er al is, hoor. Kijk, wat kan je wel even doen? Hij gaat. Kijk.
Oh, dit is levensgevaarlijk, joh. Jij bent ook al gebaat van niks, hè? Viel je nog achter eigenlijk, of viel het mee? Nou ja, fysiek deed ik niet zo heel veel pijn, maar nu ik het zo terugzie, denk ik nog niet dat ik zo'n journalistiek hoogtepunt bij loopbaan of zo. Nee, ik zou hem ook niet te vaak terug laten komen eigenlijk, misschien. Hey, ik zag trouwens, ik zat even te kijken naar de hele nieuwe wielerkalender, hè. Wat vind je ervan? Ze hebben flink hun best gedaan om alles in korte tijd ook nog op papier te krijgen. En dat ze te gaan proberen in 2 maanden of 3 maanden, wat is het, er doorheen te krijgen. Dus het is in ieder geval een heel optimistisch plan. Ja, maar denk je dat het doorgaat? Nou, ik denk wel. Het is wel kijk, de Tour is natuurlijk super belangrijk. Ja, dat merk je wel aan alles. Dus ik denk wel dat ze alles gaan proberen om die door te laten gaan. En ja, als dat door kan gaan, dan denk ik dat er heel veel andere wedstrijden ook gaan proberen hun wedstrijd door te laten gaan. Ik zat het schema te bekijken. Het is echt iets van 25 koersen in minder dan 100 dagen, volgens mij. Hè? Ja, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. En naar mijn originele planning, dan zou ik de Giro rijden en de Vuelta en de Klassiekers. Nou, ja? Dat valt nu allemaal op 1 dag. De dag van Roubaix zou ik ook de Giro kunnen rijden en de Vuelta kunnen rijden. Dus dan merk je inderdaad, in de Tour is het vrij rustig. Maar daarna komt alles nog dichter op elkaar eigenlijk. En zit er heel veel overlap inderdaad. Maar wat ga jij doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Het is natuurlijk vooral de ploeg die deze puzzel mag leggen. Hè? We zitten met meer dan 25 mannen in de ploeg. En we moeten eigenlijk voor iedereen wel een mooi programma zien te maken. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe ze het willen gaan doen. Maar daar gaan ze natuurlijk de komende tijd wel over overleggen. En waarschijnlijk met een mooi plan komen. Hè? En dan zullen wij er ook nog wel een keer op mogen schieten. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Want ik ga natuurlijk niet overal tegelijk kunnen zijn. Nee, dat snap ik wel. Maar wie bepaalt dat programma dan? Bepaalt de ploeg dat? Of jij? Want jij bent natuurlijk wel... Jij bent Mike Teunis, hè? Ritwinnaar in de Tour de France. Je hebt 2 gele truien in de gang hangen. Ja. Nou, in principe bepaalt de ploeg dat natuurlijk. Alleen de ploeg probeert natuurlijk wel iedereen daar blij mee te maken. En dan zullen de kopmannen natuurlijk wat sneller kunnen zeggen wat ze willen dan de pure knechten. Ja. Waarschijnlijk kan ik daar nog wel wat van vinden. Maar goed, als ik naar mezelf kijk, Dylan is natuurlijk een van de kopmannen en die heeft graag ook ondersteuning nodig in bijvoorbeeld zo'n Giro of zo'n Vuelta. Dus ja, daar wringt gewoon een en ander. En dat is inderdaad, wat ik zeg, dat is een puzzel die de ploeg mooi mag gaan leggen, waarin iedereen hopelijk tevreden gesteld kan worden. Maar ja goed, ik hoop natuurlijk wel sowieso nog die klassiekers. Dat zijn natuurlijk toch mijn belangrijkste koersen en daar hoop ik natuurlijk ook mooie dingen te laten zien. Ook die tenminste wel mag rijden. Maar als jij nou diep in je hart kijkt, hè? Ga je dan liever naar de Giro toe om de lead-out te doen voor Dylan? Of ga je dan liever die klassiekers rijden voor jezelf? Ja, ik zeg, als ik moet kiezen, als ik zelf moet kiezen, dan rijd ik natuurlijk het liefst de Giro of de klassiekers. Alleen, goed, het is misschien ook wel de vraag, misschien kunnen we het een en ander nog combineren. Hè? Dat we een deel van de klassiekers doen en een deel van de Giro. Of, of nog iets anders. Dan moet de proef van me naar kijken. Maar ik denk inderdaad dat ik zelf gewoon mag kiezen. Dan rij ik gewoon alle klassiekers. En dan kijk ik daaromheen wel of ik nog iets anders kan doen. Ja, Mike Teunis, als jij zelf mag kiezen, dan zeg jij liever de klassiekers rijden. Ja, ik denk het wel. Dat was ook de originele planning. Dat ik het hele voorjaar gewoon kon voorbereiden zoals ik wilde. Ik was natuurlijk dit jaar nog 60 horen in Omloop het Nieuwsblad. En vorig jaar een paar mooie dingen laten zien. En ik denk wel dat ik daar wel wat te zoeken heb. En het zijn natuurlijk moeilijke tijden. Dus het is maar de vraag. Het komt hoe het komt. En het is niet dat ik het Dylan niet meer kan helpen. Maar ja, dat zal misschien wel in een aangepast formaat zijn. Ja, ja dan, als dat is, dan is dat zo. Maar wat ik zeg, misschien kan het wel, hè, dat we het nog combineren of nog deels doen. Ja, maar, ja. Goed, ik heb er wel vertrouwen in dat ik mezelf kan laten zien in die klassiekers. En dat het dan niet is om alleen maar mee te rijden. Dus ik denk wel, ik kan wel wat voor een inspraak mag hebben. Stel je voor, hè, dan hebben we straks een ronde van Italië. En dan na een week of zo, of anderhalf week, dan stapt het halve peloton gewoon af. Ja, maar dat ga je dus. Ja, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Want zo zit die kalender nu dan wel weer in elkaar. Hè, de Giro en de klassieke gaan bijvoorbeeld dan niet samen. Dus ja, als daar al mensen zijn die... Ik bedoel, we kunnen ook niet met 15 man per ploeg de Tour rijden. Dus er gaan ook jongens sowieso een andere koers moeten rijden. Ja. Maar je gaat bijvoorbeeld ook krijgen, ik meen dat bijvoorbeeld, ze hebben ook een ronde in China er nog ingeschoven. Dat is op een moment dat er wel 4 koersen zijn.
ja, dat gaat natuurlijk niet passen. Hè. Je kan niet, de ploegen zijn niet ingericht om vier koers op één dag te rijden. Dus, nee, ja, wat kan helemaal niet. Dan heb ik heb het idee dat dan heb ik nog kans om een ereplaats te rijden in de Ronde van China. Ja, nou, precies. Nou, wat lijkt je, Erik? Misschien kan ik een keer afzakken naar Guangxi. We zijn alles straks in een paar weken, is het in november al klaar. Ga je er nog, duik je er nog een veld in? Ja, ja, dat is ook nog een goede vraag. Misschien kun je het net zo makkelijk wel doen. Ja, als je dan toch weer een vorm bent, kun je gelijk een paar crossjes meepakken. Ja, ik heb er nog niet over nagedacht. Van de Poel doet ook alles, hè? Van de Poel doet ook alles. Dan kun jij ook mee tennissen. En dat gaat ook kei goed. Dus, nou ja, ik heb daar nog niet over nagedacht. Maar ja, wie weet. Ik bedoel, als we inderdaad zo van Roubaix gelijk door kunnen gaan met een paar crossjes, dan waarom ook niet, hè? We hebben nu lang genoeg stilgezeten. Ben je nou eigenlijk een knecht of ben je nou een kopman? Ja, ik ben van alles een beetje, maar niks helemaal. Ik ben ook geen klimmer, ik ben gewoon echt geen echte sprinter. Geen tijdrijder, dus ik richt mijzelf eigenlijk gewoon vooral op die Kasseiklassiekers, want die liggen mij gewoon echt heel goed. En ik help Dylan dan eigenlijk in die sprints, hè, want ik denk dat Dylan een van de beste sprinters is en dat ik wel een goede lead-out kan doen, of een van de beste lead-outs van de wereld ben. En dan automatisch, als je met Dylan op pad gaat, komen er eigenlijk ook kansen. Want ja, Dylan kan niet iedere sprint doen. Af en toe zijn ze net te lastig voor hem. En dat zijn net de sprints die mij wel liggen. Dus daar kan ik dan ook altijd nog een beetje mijn kans gaan. En dan heb je toch nog een mooie mix van wat kansen en wat mooie ondersteunende dingen die ik dan kan doen. Toen jij vorig jaar die toeretappe won, hè, en de gele trui pakte, hè, we hebben hem net gezien in de gang. Toen schreef Peter Winnen een heel mooi stukje over jou in de Volkskrant. Ja, ik denk dat ik die nog wel langs gekomen zien komen toen. Ja, ik zal een klein stukje voorlezen. Hè. Mike T. is door het vliesje gebroken dat de superknecht van de vedette scheidt. Het is een beetje voorbarig om erover te praten. Helemaal niet in de sfeer van de Tour de France. Maar voor de volgende Parijs-Roubaix staat hij in mijn pronostiek. De bladeren moeten nog vallen en de bladeren moeten nog botten. Maar zeker is dat in Brussel de schakelaar van zijn carrière is omgezet. Ja, dat is mooi. Ja, dat vond ik prachtig. Dat kan niet wel, hè? Maar ja, Peter Winnen die kan wel, hè? Die kon een heleboel. Maar snap je wat hij bedoelt? Ben jij door het vliesje heen gebroken? Ik snap wel wat hij bedoelt. Want in principe is het natuurlijk wel zo, als je zegt van ik ben nu echt een goede wielrenner of ik ben meer dan een knecht. Dan is eigenlijk het eerste wat mensen zullen zeggen is van nou ja, laat eens zien wat voor resultaat je hebt geboekt dan. En nu kun je zeggen van ja, ik heb wel een Tour de France etappe gewonnen, 2 dagen gele trui. Ja, dat zijn toch wel best wel speciale dingen. Die win je al niet meer per toeval. Dus in dat opzicht, ja, dat kun je wel mooi meenemen inderdaad. Ja, je hebt vorig jaar nog wel een paar andere koersen ook gewonnen, toch? Ja, nee, zeker. Daarom, dus ik denk wel dat er wel wat voor te zeggen valt. Dat... Maar jij geeft toch nog niet echt antwoord. Jij zegt toch niet, ben je nou een kopman of een knecht? Wat is het nou? Als Wout van Aert in Parijs-Roubaix aan de start staat, wil dat natuurlijk niet zeggen dat ik niet Parijs-Roubaix kan winnen. Dus ja, ik zou daar niet meteen een predicaat kopman of knecht op willen plakken. Maar in ieder geval wel, zodat er altijd kansen zullen liggen. En zo werken we ook binnen de ploeg. En ja, dat is wel iets waar ik me dan goed bij voel. En denk wel dat er kansen liggen. Doe jij het wel eens, hè? Doe jij het veel, Zwiften? Maar sterker nog, wij hebben nu een beetje als alternatief wedstrijdprogramma binnen de ploeg een heuse competitie opgezet. Dus wij rijden nu 4 zondagen lang. Ja, tegen elkaar eigenlijk. We hebben afgelopen zondag de eerste keer koers gereden. En nu zondag moeten wij dan de tweede koers gaan. Of gaan wij de tweede koers rijden. En echt binnen de ploeg. Binnen de ploeg. Dus allemaal op dezelfde apparaat ook. Ja, en dat is het eigenlijk vooral. Hè, want we hebben ook... er zijn een aantal wedstrijden geweest die gewoon wel virtueel een koers hebben laten doorgaan. En dat andere, ja, dat eigenlijk een heel peloton gevuld was en daaraan meedeed. Maar daarin merkte wel dat er veel verschil zat tussen home trainers. En een beetje gesjoemel met gewicht. Waardoor je natuurlijk je vermogen wat je rijdt per kilo in één keer omhoog gaat. Wat is de truc dan eigenlijk? Moet je dan opgeven dat je iets zwaarder bent of juist iets lichter? Nee, dan ben je bijvoorbeeld 5 kilo lichter dan dat je opgeeft. En dan rij je natuurlijk ook alsof je in één keer 5 kilo lichter bent, draai je een berg op. Ja, dan ga je in één keer een stuk harder dan dat je eigenlijk zou gaan natuurlijk. Ah, oké. Okay. En wij zagen zeg maar, ik ben niet zo van de hoge vermogens, ik ben meer van het spelletje. Maar we zagen wel een aantal jongens die gewoon echt hele hoge vermogens reden. En die kwamen eigenlijk niet in het stuk voor. Terwijl, ja, ik denk toch dat wij een goede ploeg zijn. En dat je wel kan zien dat wij niveau halen. En dan in één keer, dat soort koersen gebeurt er niet. Dus dan mag je daar wel wat vraagtekens bij zetten. Maar daar hebben wij dus nu geen last van. Want iedereen rijdt gewoon op de eigen home trainer. En we kunnen elkaars gewicht ook zien achteraf. Dus als je daar iets verdachts bij zet, dan krijg je het wel direct te horen. Dus het gaat er wel iets eerlijker aan toe. Dat is de nieuwe doping, hè? Sjoemelen met je gewicht. Gewoon liegen wel. Virtueel, inderdaad, ja. Ik hoorde net, kwam het bericht binnen dat de Bundesliga, die gaan gewoon weer voetballen in Duitsland. Nou, dat geeft mij een soort van hoop dat alles doorgaat.
Nou, kunnen we in ieder geval al snel uit gaan kijken naar Duits voetbal. En dan volgt de rest vanzelf wel zeker. Zo is dat. Als het Duitse voetbal weer begint, dan is er een nieuwe lente in aantocht, denk ik altijd. Juist. Hey, super Mike, dankjewel man. Ja, graag gedaan. Abonneer je nu op ons eigen YouTube kanaal van... Van Bureau Sport. En wat zien we daar? Allerlei hartstikke leuke, verrassende, grappige filmpjes met ons. Wow! Tjoep tjoep! Hey, die Wally. Mis hem nog iedere dag.